Wendy Rijsdijk. Ik ben geboren in Kralingen en daar ook opgegroeid. En mijn vader komt al meer dan 20 jaar een seizoenkaart. En sinds 7 jaar ga ik braaf mee. Maar ik vind het echt geweldig om elke 2 weken hier te zitten. Ik heb meegedaan aan de winactie omdat sportvasten sprak me sowieso al aan. En omdat ik dit jaar 2 marathons ga lopen, dacht ik, nou, dan mogen we wel een paar kilootjes af. Wellicht ga ik nog wat makkelijker hardlopen. Dus vandaar dat ik mee heb gedaan. Ik ben Noelke Brothers Reis. Ik ben de fysieke trainer van het eerste elftal van Excelsior Rotterdam. Ik ben een van de sportvaste coaches van Fitigy. En wij begeleiden mensen met het sportvaste traject of het vegan switch traject. Dus eigenlijk de turbo trainingen. Ik heb een druk gezinsleven met een tweeling van 4 jaar. Dus ik denk dat het echt wel dat ik het even zwaar zal gaan krijgen. Maar dan heb ik begrepen dat ik een appje mag sturen naar hem. Dan krijg ik die steun van hem. Dus. Nou, Wendy heeft als voornaamste doel om de marathon uit te lopen voor Rotterdam. Maar ook met minder gewicht. Dus ze is ietsjes te zwaar. We moeten er gewoon fit in gaan. Dus we moeten snel gaan beginnen. Want we hebben nog een paar maanden tot de Rotterdam Marathon. Eerst gaan we zorgen dat ze makkelijker vet gaat verbranden door het sportvasten. We gaan resultaat halen. Alleen belangrijk is, na die 10 dagen wordt, hoe gaan we dat vasthouden en nog meer resultaat halen? Ja, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Ja hoor. Die is voor jou. Dank je. Heel veel succes. Ja, dank je wel. Doe je best. Ja, gaan we maar doen. Maar ik heb er wel een vertrouwen. Ja, nou ik ook. Even een zwaar hoofd in, omdat ik dacht van, nou, dit gaat heel zwaar en pittig worden. Maar ik hobbel er zo lekker doorheen en ik voel me fitter, ik ben energieker. Ik heb geen snijbehoefte, niks. Superleuk, ja toch? Ik bedoel, als je hart hier ligt, als je hier onder 2 weken zit, en dan mag je ook nog gewoon trainen op het veld in het shirt. Ik vind het leuk. Ik hou het 10 dagen zeker vol en daarna denk ik ook nog wel. Ik vond het wel een beetje rap gaan, een beetje snel. Ik denk, ja, hier ben ik maar 10 dagen bezig. Maar als ik al merk hoe ik me eigen voel, denk ik, nou, kom maar op. Er mag nog wel ietsjes meer af. Dus mijn doel is er nog niet, maar ik ben goed op weg. Ze heeft het echt serieus aangepakt. Het moet ook. Je moet je mindset er wel moet goed zijn. En dan maak ik me eigenlijk geen zorgen om het sportvasten. Dan komt het eigenlijk altijd wel goed. De resultaten die zijn dat ik 5 kilo ben afgevallen en waarvan 2 kilo in vet ben afgevallen. Dus van 31% naar 28%. Dus ik denk allemaal wel een goed resultaat. Nou, de resultaten betekent voor haar dat ze dus merkt dat ze met voeding heel veel kan gaan winnen straks met de marathon. En al vooraf. Dus niet op het einde dan heel goed eten. Nee, nu al eigenlijk beginnen. Nou, nu is het goed en nu de juiste kant op blijven gaan. En daardoor probeer ik ook dus die begeleiding nog wel wat scherp te houden. Deze zou ik zeker aanraden. Zeker als je gewoon niet fit voelt. Je merkt gewoon dat als je suiker wegdoet en je bent gewoon veelzijdig aan het sporten. Voel je gewoon veel beter. Het is even een mindset, een knop die je om moet zetten. En ik heb hem direct omgezet. En ik heb er echt profijt aan van. Dus ja, ik zou hem zeker aanraden.